Ja, Jeppe van het Broekerhuis. Ja, we komen niet verder dan tot hier aan de ingang, zie ik. Hoe gaat het met je? Fysiek goed. Oké. De hele familie ook? De hele familie gezond. Want je doet het met je broer. Personeel gezond. Ja. Hoeveel medewerkers hebben jullie? Als iedereen zou komen opdagen, dan zijn we in totaal met een mannetje of 10. Oké. En wat doet het Broekerhuis normaal gesproken? Normaal gesproken zijn we 5 dagen per week open. Overdag voor lunch en vrijdag, zaterdag ook 's avonds voor borrel met wat lekkere dingetjes erbij. En eigenlijk de maanden april tot en met september zijn voor ons de maanden dat we zo'n beetje voor het hele jaar het geld moeten verdienen. Met name door feesten en partijen. En dat ligt natuurlijk sinds klokslag 16 maart op zijn gat. Ja, ja, dus het gaat helemaal niet om de toeristen. Het gaat meer om... Nou, toeristen spelen ook wel een rol, hoor. Maar ja, we hebben natuurlijk, dit is gewoon het seizoen voor ons dat we veel partijen draaien. Verjaardagen, jubilea, bruiloften. Ja, en dat mag allemaal niet. Dat gaan mensen ook hun trouwerij uitstellen? Ja. Ja, je ziet dat trouwerijen, die worden eigenlijk allemaal uitgesteld. We hadden een paar hele optimistische, die staan nu ergens nog in juli, augustus. En de meeste die mikken op september, oktober. Maar dat begint nu ook erg twijfelachtig te worden. En ongeveer de helft is inmiddels aan het kijken naar een datum volgend jaar. Oh, maar ze komen in ieder geval terug. Ja, ze hebben allemaal zoiets van, ja, we hebben zo een bepaalde voorstelling gemaakt bij die dag. En we hebben niet voor niks voor deze locatie gekozen. Dus we willen heel graag het gewoon alsnog in het Broekerhuis doen. Maar dan ja, op een ander moment, dat er weer wat mogelijkheden zijn. Ja, en als er dan weer mogelijkheden zijn, dan gaat het erom dat er meer dan 30 mensen natuurlijk mogen komen. Want dat is voor een feest natuurlijk wel belangrijk. Dat is een dingetje. Vanaf juli, augustus hadden ze bedacht dat je dan bijeenkomsten tot 100 personen mag hebben. Maar als je nog steeds 1,5 meter afstand moet houden tussen mensen die niet uit 1 huishouden komen, ja, dan heb je natuurlijk niet een feestje waarbij 's avonds gedanst wordt. Nee, dat zou jammer zijn inderdaad. Je hebt nu een alternatief, want je bent in ieder geval open. Ben je ook nog dicht geweest? We zijn in het begin zijn we eventjes echt helemaal dicht geweest. Zo van, oh jij, wat nu? En we zijn vrij snel begonnen met afhaalmaaltijden in het weekend, avond. En sinds 2 weken zijn we ook overdag open voor afhaal, zeg maar koffie, ijs, dat soort dingetjes. Gewoon heel simpel, allemaal dingetjes die mensen makkelijk mee kunnen nemen, die je in de hand kan houden, opeten, drinken. Ja, dus en dat gebeurt ook, want het is inmiddels mooi weer ook. Ja. Heb je dagjes nou ja, mensen je ziet die hier voorbij dat lopen? Op de dagen dat het mooi weer is, dan kan het best wel druk zijn. Gisteren was het natuurlijk en mooi weer en een vrije dag voor iedereen. Dus gisteren was het wel, moesten we wel echt een beetje opletten van jongens, niet met meer dan zoveel tegelijk naar binnen. En hier buiten ook een beetje zeggen van jongens, als je het nou hebt, loop ermee weg. Of ga weer terug naar je bootje. Ja, ja, gisteren, we weten niet wanneer dit wordt uitgezonden, maar gisteren was zeg maar hemelvaartdag. Ja. Dus als dit later wordt uitgezonden, weten mensen van, oh ja, dat was toen heel mooi weer in ieder geval. En dan een biedje van allerlei hapjes ook om mee te nemen. Ja. Koffie zie ik. Ja, het is allemaal heel simpel. Het is gewoon koffie, thee, dat soort dingetjes. We hebben, als mensen een frisdrankje willen, doen we het in een plastic bekertje. Blikjes bier hebben we, ze kunnen flessen wijn halen, pastijs de nata, erg lekker. Ja. En we hebben ijs van Johnny's Gelato. Kijk, Johnny, John komt uit Broeken, Heiko, heb ik net gehoord. Die woont in Broeken-Waterland, ja. Maakt zijn ijs in Monnikendam, inpandig bij de bierderij. En dat is super lekker, allemaal zoveel mogelijk biologisch en een beetje verantwoord en zo vers mogelijk. Jullie koken normaal ook, hè? Want je kunt hier ook gewoon heel lekker ja, 's avonds eten. Ja. Jullie doen geen afhaal diners? Ja, afhaalmaaltijden, wat ik net zei, doen we in het weekend. Oh, alleen het weekend. Het zijn geen uitgebreide diners, nee. Het is gewoon een warme maaltijd. En dat doen we dus in het weekend 's avonds. En jullie brengen niks langs? Komt het hier ophalen? In principe brengen we niks langs, nee. Is het gewoon, Broek in Waterland is dusdanig klein dat we denken van, nou ja, dat kan prima opgehaald worden. Als er vragen is van iemand die zegt van, joh, ik ben slechter been, dan brengen we het met liefde hoor. We zitten nu nog nu midden in die coronacrisis, maar goed, we gaan ervan uit dat het op een gegeven moment versoepeld wordt. Zie je dan dat er dingen anders gaan? Hebben jullie maatregelen genomen om dingen anders te gaan doen dan voorheen? Ja, je ziet sowieso binnen, zeg maar, als we uitgaan van die 1,5 meter tussen tafels, allemaal dat soort richtlijnen, wordt natuurlijk sowieso de hele indeling wordt anders. Er zijn nog wat onduidelijkheden over bijvoorbeeld looproutes naar toiletten, naar je tafel, voor personeel, dat soort dingen. Dat moet allemaal nog een beetje uitgewerkt worden.
Maar de capaciteit gaat natuurlijk sowieso omlaag. Omdat je tafels gewoon verder uit elkaar moet zetten. Terras is redelijk groot bij ons. Maar zelfs daar, als je gaat kijken van, goh, ja, als je een tafeltje links achterin zet, dan moet iemand natuurlijk ook naartoe lopen zonder bij iemand in zijn 1,5 meter aura te komen. Ja. Dus hoe gaan we dat neerzetten? Ja, dus dat was nog even puzzelen. Ja. En het ook qua omzet is natuurlijk sowieso deze afgelopen maanden was al moeilijk. Ja. Maar de komende maanden wordt natuurlijk ook niet dat het tot 100%. Wat ik net aangaf, normaal gesproken hebben we dus in deze periode echt wel elk weekend 1, 2 of soms 3 partijen. En ja, daar moeten wij gewoon het hele jaar opteren eigenlijk. En ja, dat is gewoon weg. Dus ja, wij gaan het qua omzet nooit halen. Nee. Heb je steun van de overheid aangevraagd? Ja. En okay. dat gaat allemaal heel goed en heel netjes, kan niet anders zeggen. Ja, en dat hebben jullie een buffertje om het dan toch nog een beetje uit te kunnen zingen? We hadden vorig jaar gelukkig een best goed jaar gedraaid. Dus we hadden inderdaad een buffertje om de eerste klappen op te vangen. Maar dat begint wel op te raken. Ja, het moet niet al te lang duren. Nee. Nee. Heb je nog een tip voor andere ondernemers in deze situatie? Ja, volhouden. Ik zie dat ondernemers best creatief worden. Dat ze best een beetje buiten de lijntjes denken van, goh, normaal doen we dit, maar nu kunnen we dat. Misschien kunnen we daar in de toekomst wel wat meer mee gaan doen. Ja. Als voorbeeldje, onze wijn. We mogen tijdelijk bij de afhaal mogen we ook wijn to go verkopen. En ja, we hebben dat een beetje doorgevoerd, gedacht van ja, onze toeleveranciers die staan natuurlijk nu ook allemaal stil. Misschien vinden die het leuk om ook wat wijn van hun onder de aandacht te brengen. Dus we hebben hier gewoon iets meer neergezet dan wat we normaal zelf in huis hebben. En dat doen we eigenlijk een beetje samen met een vriendinnetje van ons. Ons beste vriendje Rogier van Dam heeft in Amsterdam samen met zijn vriendinnetje onder andere restaurant La Stage met de Michelinster. En Elise, die weet echt idioot veel van wijn en vindt alles wat met wijn te maken heeft leuk. Dus we hebben haar gebeld van, joh, we willen hier iets meer wijn in huis hebben staan dan wat we normaal hebben. Heb jij ideeën? En nou ja, dat is bijna veranderd in een heuse wijnwinkel. Ah, mooi. En word je zelf dan ook een beetje bijgespijkerd op je wijnkennis? Absoluut. Ja, ah. Ik heb ooit al les gehad van Elise. En, ja. Ik leer nog dagelijks. Dus je bent bijna sommelier geworden? Ja, bijna. Oké. Okay. Ja, we zijn natuurlijk toch even de zaal ingegaan. Dat mocht natuurlijk wel. Ja, want hier heb je normaal ook andere activiteiten dan feesten en partijen. Ja, we zijn natuurlijk van huis uit ook het dorpshuis van Broek in Waterland. En dat betekent dat hier gewoon een aantal verenigingen vaste dagen hebben. En nou ja, dat is dus ook sinds half maart allemaal platgelegd. En we hebben inmiddels wat contact met de verenigingen over misschien wat alternatieve mogelijkheden. Je moet je voorstellen als hier bijvoorbeeld op dinsdagmiddag de oudere show zit. Dan zitten er zomaar 40, 50 man te klaverjassen, te britsen. Er zijn er boven nog een paar aan het biljarten. En dat gaat natuurlijk allemaal niet meer. En ja, je kan zeggen, we zetten tafeltjes neer van 1,5 meter. Maar ja, dan zitten ze allemaal met de handen aan dezelfde kaarten. Dus dat gaat ook niet werken. Maar dat zijn natuurlijk wel mensen. En dat geldt ook voor het koor bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal mensen op leeftijd. En die zijn natuurlijk wat risico. Die lopen wat meer risico dan de wat jongere mensen. Dus die zitten allemaal een beetje aan huis gekluisterd en die durven niet zoveel. Maar misschien kunnen we daar toch iets voor bedenken dat je zegt van, nou, we gaan gewoon wel dan 1 keer per week iets doen. En dan komen ze in groepjes van, ik zeg maar wat, 10 personen komen ze hier naar binnen. Allemaal op veilige afstand van elkaar, kopje koffie erbij, gebakje erbij. Maar in ieder geval weer een beetje in het echt kletsen, zeg maar, met mensen. Dat is natuurlijk iets wat ze heel erg missen. Ja, precies. Ja. Dus daar zijn we nu een beetje over aan het nadenken. Ik had een tijdje terug, toen het allemaal vrij vers was, contact gehad met de gemeente van, goh, kunnen wij bijvoorbeeld wel, want we mogen niks verkopen aan eten en drinken, wat tafeltjes neerzetten dat mensen hier kunnen werken met laptopje. Want iedereen zit natuurlijk thuis. Er zullen best wat mensen zijn die knettergek worden van het thuis zitten, wel of niet met kinderen om je heen. Dus dat hebben we een tijdje gedaan. Dat we gewoon, met inachtneming van de afstandsregels kom je aan precies 6 tafels. Aan elke tafel iemand met een laptopje, hartstikke mooi, maar ja, dat is natuurlijk tijdelijk. En op die manier kun je natuurlijk ook voorstellen dat er gewoon wat tafeltjes staan met wat mensen eraan die gewoon door iets harder te praten dan wat ze normaal gesproken doen, nog een gesprek kunnen voeren met elkaar. Ja, ik snap het. En bij het koor hebben we ook nog eventjes gesproken over misschien
De boel in tweeën hakken, dat de ene helft op de ene week komt en de andere helft de andere week. Maar dan, als je 15 man hier neerzet, dan red je het met die anderhalve meter. Maar het is ook in het nieuws geweest dat met name koren en zo en dingen met blazeninstrumenten, dat de druppeltjes wat meer verspreidt dan met alleen maar een gesprekje voeren. Ja, dan zou je het al buiten moeten doen, want binnen blijft het natuurlijk allemaal veel meer hangen. Nee, of je moet heel goed ventileren. Ook mensen die moet je gewoon, daar moet je geen risico mee nemen. Dus dat is voorlopig ook geen optie. Maar ook met zo'n koor kun je zeggen van, nou ja, er is misschien nog wel behoefte aan enig sociaal contact. Dus misschien kunnen we daar ook gewoon iets mee afspreken dat ze af en toe hier met een groepje langskomen om even te kletsen met elkaar. Ja, nou heel veel succes, sterkte in deze tijd.